ASML, ja, alleen een chipmachine van ASML kost al meer dan een hele PSV-begroting voor een jaar. Nou ja, Energie Direct stopt nu, gaat nog wel een jaartje door als hoofdsponsor. En daarna 2 jaar rugsponsor nog. Ze zullen dat heel vroeg naar buiten hebben willen brengen om snel andere partijen geïnteresseerd te krijgen. En, ja, het is natuurlijk ook een stukje reclame, hè, om andere geïnteresseerd te krijgen. PSV is vanaf volgend seizoen vrij. Over hoeveel geld gaat het dan? Nou, je moet denken aan ongeveer 6 miljoen euro per jaar. Energie Direct gaat dus wel door als rugsponsor, hè, vanaf 2019-2020. En volgend seizoen heeft PSV ook een nieuwe rugsponsor die ze binnenkort bekend gaan maken. Daarvan is zijn naam nog niet bekend. PSV ligt makkelijk in de markt om een nieuwe hoofdsponsor te vinden? Nou ja, dat valt nog te bezien, denk ik. Ik denk dat het allemaal niet zo heel eenvoudig is. Kijk, de regio Eindhoven floreert natuurlijk. De economie draait hier op volle toeren. Alleen ja, je hebt hier te maken met veel business-to-business bedrijven, zoals dat dan heet. Hè. Bedrijven die leveren aan bedrijven of toeleveranciers van grote bedrijven. Ja, er zijn eigenlijk niet zo heel veel bedrijven hier die hier wortels hebben, die echt iets hebben aan shirtsponsoring. Philips was dat natuurlijk in het verleden wel, maar ja, ook Philips is natuurlijk een heel ander bedrijf geworden de afgelopen jaren. Nou, Philips Licht is het nieuwe, dat is ook vernieuwd, hè? Signify heet dat tegenwoordig. Ja, ook dat ligt denk ik niet echt voor de hand, want ja, de naam Philips blijft gewoon op de lampjes voorlopig staan. DAF heeft er ook niet zo heel veel aan om shirtsponsor van PSV te worden, die verkopen niet meer vrachtwagens. ASML, ja, alleen een chipmachine van ASML kost al meer dan een hele PSV-begroting voor een jaar. Dus ja, dat is ook niet echt voor de hand liggend. Ja, VDL verkoopt niet meer bussen, denk ik, doordat ze PSV gaan sponsoren. Kortom, ja, het zal echt een consumentenmerk normaal gesproken gaan worden. En de naam Jumbo schiet bijvoorbeeld al voorbij, hè. Dat zou kunnen. Maar ja, goed, die zitten natuurlijk in andere sporten al, zijn ze al fors vertegenwoordigd in het wielrennen en schaatsen. Rabobank is wel eens ooit voorbij gekomen. Hè? Misschien een partij uit het bankwezen. Ja, we zullen moeten afwachten waar PSV iemand vindt. Destijds kwam Energie Direct 3 jaar geleden ook redelijk out of the blue. Dus we gaan afwachten wat er de komende maanden uit de hoge hoed komt. Yeah.